Ik ben Linde Gengenbach, ik ben 49 jaar oud en ik doe al enkele jaren vrijwilligerswerk voor de LTV Beleidswijk. Ik zit in de commissie PR en communicatie en doe de social media voor de jeugdcommissie en het Beleidswijk Open. En in het Beleidswijk Open doe ik dat samen met Bart Heijmeek. Dat kwam door Roland van Mechelen, een hele goede vriend van mij. En die vroeg of ik de communicatie voor het Beleidswijk Open wilde doen. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En de commissie PR en communicatie, dat heb ik te danken aan een vriendinnetje van mij, Deborah. Die heeft me een beetje ingeluisterd door te vragen van, joh, ga eens mee naar een vergadering. En vervolgens zat ik na die vergadering in de commissie. Vooral de hele groep waar je mee samenwerkt. En dan bedoel ik het Beleidswijk Open. Dat doen we met z'n allen en dat doen we voor een langere periode. En de samenwerking met iedereen is gewoon enorm gezellig en de sfeer die er hangt. En gewoon iedereen eigenlijk hier op de club. Iedereen draagt zijn steentje bij en ik vind dat we dat allemaal eigenlijk horen doen. En vandaar dat ik dat ook doe. En ik zal het ook aan mijn kinderen doorgeven. Goed verhaal. Ik ben ooit begonnen op mijn 8e met stuiterles, het ouderwetse stuiteren. Nou, daar vond ik niet heel veel aan. Toen ben ik daarna gaan paardrijden en jazzballet aan doen. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. Dus heb ik eigenlijk een hele tijd niet getennist. Mijn ouders waren toen de tijd ook lid van de club. En eigenlijk daarna ben ik weer gaan tennissen op de camping waar ik met mijn ouders was. Die hadden een tennisbaan. En toen ben ik eigenlijk daarna weer lid geworden, want ik vond het eigenlijk toch wel weer erg leuk. Dus vandaar dat ik eigenlijk weer tennis heb opgepakt. Dat is Beleidswijk Open, kampioen worden in de damesdubbel met Elke in het Veen. Dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Dat was ook meteen mijn enige hoogtepunt. Maar qua winst dan, maar voor de rest vind ik tennis gewoon heel leuk en het sociale ervan. Dat is skiën voornamelijk. Alleen dat doe ik helaas niet het hele jaar door. En ik hou ook wel van een goede thriller lezen. En Netflixen eigenlijk ook gewoon heel stiekem. Als ik vrije tijd heb en boos zit op school, dan wil er nog wel eens een serietje doorheen gaan. Ja, dat is gewoon eigenlijk iedereen die hier rondloopt. De sfeer, de gezelligheid, alle vrijwilligers. We doen het met z'n allen en het is gewoon een club voor iedereen en door iedereen. En het is gewoon ook een leuk spelletje.